1967, ik was 11 jaar en ik stond in de rij. Die plaat wilde ik gaan kopen voor mijn ouders. Ik nam hem mee naar huis en draaide hem zelf en hij is niet meer van mijn kamer afgekomen. En ja, verder was het een conceptuele plaat. Hè. Dat was een beetje bedacht door Paul McCartney. Die plaat namaken is ontzettend gecompliceerd, dat Indiaanse nummer. En dat heeft een hele rare maatvoering, dus er zitten pauzes in. Dat is ontzettend kawaii. En nou ja, goed, dan noem ik maar één nummer. Maar een ander nummer is bijvoorbeeld Being for the Benefit of Mr. Kite. Dat is een ontzettend moeilijk nummer. Er zitten die loops in van die kermisorgels en dat soort dingen. En dat, nou ja, het verhaal is dat ze een band helemaal een stuk hadden geknipt en in de lucht gegooid en op de grond en toen weer aan elkaar geplakt. In 2017, toen de Pepper in Ziggo speelde, Jeff Emerick, dat is de technicus van de Beatles, die al die platen heeft opgenomen. Destijds. Die was te gast. Ja, hij was helemaal weg, hij vond het geweldig hoe wij dat deden. En dus dat was wel weer een erg leuk compliment. Voor mij staat Pepper aan top. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through.